1327 voor Christus. Het oude Egypte is in rouw. In de Vallei van de Koningen haasten handwerkslieden zich om een tijdelijke graftombe klaar te maken. Toetankhamon, de farao, is overleden. Hij was pas 19. Zijn graf is een geleend graf. 4 kleine kamers. Dat is niet veel naar koninklijke maatstaven. Maar de inhoud is een koning waardig. De troon waarop de jonge koning en zijn vrouw zijn afgebeeld, is helemaal verguld. Zijn lijkkist, de binnenste van de 3, is van massief goud en weegt meer dan 1 ton. Het masker op het gezicht van zijn mummie is een van de mooiste kunstwerken ooit van goud gemaakt. Toetankhamons graf is het enige in de Vallei van de Koningen dat intact was toen het werd ontdekt. De schatten erin onthullen slechts een glimp van hoe Egypte er moet hebben uitgezien in de tijd van de vermaarde Gouden Eeuw. Meer dan 400 jaar was de Vallei van de Koningen een laatste rustplaats van Egyptische farao's. Hun graftomben werden uitgehakt in massieve rotsen. Maar de eigenlijke grafkamer werd het Huis van Goud genoemd. Omdat goud zo'n warme gloed heeft en zo duurzaam is, wordt het beschouwd als het vlees van de zonnegod Ra. Er werden bovennatuurlijke krachten aan toegedicht. De farao was een nazaat van de zon, een levende god. Door hem met goud, het vlees der goden, te overladen, geloofden de Egyptenaren dat de farao verzekerd was van het eeuwige leven. Maar zo mocht het niet zijn. Gevuld met onvoorstelbare rijkdommen werden de meeste graftomben in de oudheid al opengebroken en de mummies weggehaald. In het Egyptisch Museum in Caïro liggen de stoffelijke resten van een paar machtige farao's van Egypte opgebaard. Toetmozes de I, Toetmozes de II, Toetmozes de IV, Seti de I en Ramses de Grote. Maar het kleine graf van Toetankhamon ging, net als zijn naam, verloren en werd tenslotte vergeten. Het graf werd pas in 1922 ontdekt. Het werd de meest verbluffende archeologische vondst aller tijden. En Toetankhamon de beroemdste naam in de geschiedenis van Egypte. Zijn schatten getuigden van de oogverblindende rijkdom en macht van de Egyptische beschaving in de Gouden Eeuw. Egypte beschikte over een schijnbaar onuitputtelijke goudvoorraad, een rijkdom die jaloezie opwekte. Het werd gewonnen in de woestijn ten oosten van de Nijlvallei en vooral in Nubië, het tegenwoordige Soedan. En het was net zo overvloedig aanwezig als stof. Ik heb beelden van de goden gegoten uit goud en elektrum en ze versierd met lapis lazuli en alle edelstenen, luidt een van de inscripties in Toetankhamons graf. Ik heb nieuwe schepen gebouwd om de wateren te bevaren en ze overdekt met goud, zodat ze de Nijl verlichten. Toetankhamon
Toetankhamon was een van de 14 koningen van de 18e dynastie. De stichter was Ahmose de I. Hij wijdde in 1550 voor Christus het Nieuwe Rijk in en daarmee het machtigste imperium dat de wereld ooit gekend had. Op het hoogtepunt van het Rijk strekte de invloedssfeer van Egypte zich naar het noorden uit tot Syrië en in het zuiden tot diep in Soedan. Maar voor het bewind van Ahmose bestond er geen imperium. Egypte was een eeuw lang door vreemdelingen geregeerd. Die vreemdelingen, de Hyksos, kwamen uit Kanaan en hadden een machtscentrum gevestigd in de Nijldelta. Daardoor hielden ze de winstgevende handelsroutes rond de Middellandse Zee in een verstikkende greep. De Hyksos hadden een voorsprong, een betere militaire technologie. Hun superieure strijdbijl was ontworpen om te doorboren. Hun bogen, gemaakt van hout, pezen en hoorn, konden pijlen over grotere afstanden schieten. Maar hun krachtigste wapen was iets nieuws: mobiliteit. Met door paarden getrokken strijdwagens waren ze in staat om zich snel voort te bewegen en hun wapens met dodelijke kracht te gebruiken. Heel Egypte gehoorzaamde de vreemdelingen, zei het met groeiende tegenzin. Een geslacht van plaatselijke heersers in Thebe, die zichzelf de ware koningen van Egypte noemden, kwam tenslotte in opstand. Een van hen, koning Sekenenre Tao, betaalde daarvoor met zijn leven. Daar zijn griezelige bewijzen van. هذه هي مومياء الملك سكنرة تاعا والذي قتل في معركة حربية ضد الهكسوس وعندما قمنا بفض الأغلاف الخاصة بهذه المومياء وجدنا أنها مقطعة إلى أجزاء وكانت في حالة سيئة جدا ويظهر منها أن الملك قد مات وهو في رعب وهو في شدة من الألم وهذا نراه في يديه وأيضا نجد على وجهه كثيرا من ضربات البلط والتي كانت هي من بلط الهكسوس ولم تكن معروفة من قبل في مصر. Een van de wapens waarmee die verwondingen werden toegebracht was die kenmerkende strijdbijl van de Hyksos. Het lange, smalle blad was perfect om bot mee te doorklieven. Sekenenre Tao voelde zich vernederd door de aanwezigheid van de vreemde overheersers op Egyptische grond. Daarom leidde hij de eerste openlijke opstand tegen de Hyksos. Na zijn dood zette zijn zoon Kamose de strijd voort. Op een stele, ofwel gedenksteen die in Thebe is gevonden, is een verslag uitgehakt van de bittere haat tussen Kamose en Ipepi, de koning van de Hyksos. Zolang de machtige Amon bestaat, zal ik u niet met rust laten, beloofde Egyptenaar zijn vijand. Ik laat niet toe dat u onze akkers vertrapt zonder dat ik u achtervolg. O, gij die kwaad van hart zijt, verachtelijke Aziaat, ik zal de wijn uit uw wijngaarden drinken, uw woonplaats verwoesten en uw bomen omhakken. De woonplaats van de Hyksos was een machtige vesting in de Nijldelta die Avaris heette. Van daaruit heerste ze een eeuw lang over Egypte.
Vervolgens verdween Avaris van de aardbodem zonder een spoor achter te laten. Net als het graf van Toetankhamon. Duizenden jaren heeft het geduurd voordat de Nijl uitwaaierde in een reeks zijrivieren. Samen vormen die het rijke verdronken land van de Nijldelta. Hier bouwden de Hyksos hun hoofdstad. Maar de precieze locatie is lang een van de grootste mysteries van de moderne archeologie gebleven. Onder eeuwenlang opgehoopt slip was Avaris verdwenen. Totdat een Oostenrijks team archeologen begon te graven op een plek met de naam Tel el Dawa. Tel betekent berg en is meestal de plaats van een oude nederzetting. Uit honderden boorgaten in de Tel kwam aardewerk tevoorschijn. Aan de hand daarvan kon worden vastgesteld dat Tel el Dawa de plaats van het oude Avaris was. Avaris ziet er niet Egyptisch uit. De huizen en tempels lijken meer op die in het oude Kanaan in Syrië. In de graven zijn wapens en aardewerk gevonden van het soort dat de Hyksos gebruikten. Maar in 1990 kwam de allerbelangrijkste vondst, de overblijfselen van een schitterend fort. Het fort was omringd door een enorme muur. Het was een zwaar versterkte vesting, gebouwd op de plaats van een verdwenen zijarm van de Nijl. Volgens de archeologen was dat de woonplaats van de koning van de Hyksos, Ipepi. Kamoze had gedreigd Avaris aan te vallen en de Hyksos te verdrijven. En toen hij op het punt stond om zijn belofte waar te maken, broedde Ipepi een slim plan uit. In het noorden van het huidige Soedan lag het koninkrijk van Kush. De hoofdstad was de stad Kerma. Rond 1555 voor Christus vertrok er vanuit Avaris een boodschapper met een geheime opdracht. Hij moest door de woestijn naar het zuiden, naar Kerma. Maar zijn reis zou worden onderbroken. In 1991 deed een aantal Amerikaanse archeologen onderzoek in de woestijn iets ten noorden van het oude Thebe. Ze stuitten daarbij op een oude karavaanroute die door eeuwenlang gebruik vlak was geworden. De weg voerde naar een heuvel die Gebel Tjauti heet. Wat deze rots in de woestijn zo bijzonder maakt, zijn deze inscripties. Hij is overdekt met graffiti. Ze zijn gemaakt door reizigers die hier even pauzeerden. Sommigen zijn gebeden aan de goden, anderen herdenken bepaalde reizen of gebeurtenissen, maar de meeste zijn gewoon namen en titels. Ze zijn het 4000 jaar oude Egyptische equivalent van Kees, Joop, Henk was hier. En sommige zijn echte kunstwerkjes.
This is probably one of the most lovely of the inscriptions we have here at Chaudi. It's a little royal falcon wearing a double crown. And what's wonderful about this particular inscription is you can really get a feeling for how the artist selected the area in which he was going to make the inscription. There's this wonderful blush of salt coming out of the stone, and that little spot in the middle must have suggested the shape of the body of a falcon, because he chose just the right area to accentuate his carving. Also, we had a very difficult time when we were trying to make the original copy, doing it from a right-handed position. It was almost impossible to complete. But we had a left-hander with us, and she had no problem making the inscription copy. So we assume that the original artist was also a left-hander. De Amerikanen ontdekten tenslotte een heel netwerk van woestijnwegen. Ze liepen van noord naar zuid over de Kena-bocht en stonden in verbinding met andere routes naar grote oasen in het westen en Nubië in het zuiden. De wegen werden bewaakt door een keten van uitkijkplaatsen, bemand door woestijnwachters. Waar nu een grote hoop puin ligt, stonden ooit twee torens van 10 meter hoog. Ze zouden een sleutelrol spelen in de oorlog tegen de Hyksos. These are guarding the caravan tracks that go to Jebel Chaouti. And we know that this area is at the border of Thebes, the northern border of the Theban province. And these towers appear then to have been in use around the time of Kamoza to guard the caravan tracks here and to be used as bases for the roving desert policemen who would be guarding the narrow door of the desert, as the Egyptians called it, this back door to Thebes. Voor de Hyksos werd de achterdeur naar Thebe de weg naar de ondergang. Ipepi had gehoopt dat hij Kamoze kon verslaan door een verbond aan te gaan met de koning van Kush en zo aan de zuidgrens van Egypte een tweede front te openen. Maar zijn plan mislukte toen zijn boodschapper op weg naar Kerma in de woestijn gevangen werd genomen. Kamoze stierf voordat de Hyksos uit het land verdreven werden. Die taak viel toe aan zijn broer Ahmose, de stichter van de 18e dynastie. Deze eerste farao in de Gouden Eeuw was vastbesloten Egypte te bevrijden. Hij wilde de Hyksos met hun eigen wapens verslaan. Daarom nam hij het gebruik van superieure wapens van hen over. Al gauw verschenen er op het slagveld strijdwagens met paarden, door Egyptenaren bestuurd. Maar wie heeft de Hyksos nu precies verslagen? Het zou voorgoed een raadsel zijn gebleven als er niet een opmerkelijke reeks inscripties was gevonden bij het dorpje El Kab in boven Egypte. Met een ongegeneerd vertoon van ijdelheid heeft een soldaat uit het leger van de farao, die ook Ahmose heet, zijn eigen verhaal op de muur van zijn graftombe achtergelaten. Het bleek een man te zijn die opklom van soldaat tot bevelhebber en hoge onderscheidingen kreeg voor zijn heldenmoed. The highest accolade that could be bestowed upon one as a soldier in ancient Egypt was to be awarded the gold of honor by the king. This man was awarded the gold of honor 7 times. He must have been a military hero of his age. He's shown, in fact, wearing the gold of honor proudly here, these armlets made of solid gold. Ahmose begon zijn schitterende loopbaan rond 1530 voor Christus met de slag van Avaris. Here, for example, there's an account of a skirmish near Avaris in the water. He made a capture here and was rewarded with his first Nebuenkent, the gold of honor.
Wie een vijand had gedood, werd beloond met een armband. Ik sloeg toe en nam een hand mee, verklaarde Ahmose. Het afhakken van een hand was de Egyptische manier om doden te tellen. Levende krijgsgevangenen werden als oorlogsbuit beschouwd. Ik bracht 1 man en 3 vrouwen uit Avaris mee. Zijne majesteit gaf ze me als slaven. Maar de graftombe verhaalde niet alleen over de persoonlijke triomfen van deze soldaat. But most crucially, the tomb contains the information Her Chak Hutwaret. Avaris was taken. This means that King Ahmose had defeated the Hyksos. Door de verdrijving van de Hyksos werd Egypte voor het eerst in meer dan een eeuw verenigd onder 1 koning. Maar de koning was nog niet tevreden. Hij was bang voor vergeldingsacties en zette 2 beslissende stappen. Hij marcheerde met zijn leger door de woestijn en belegerde de vesting van de Hyksos bij Sharuhen in Zuid-Kanaan. Vervolgens sloot hij een machtig verbond. De stierensprong en het labyrint zijn 2 beroemde symbolen in de antieke mythologie. Ze komen uit het paleis van Knossos op Kreta, de legendarische woonplaats van koning Minos en het fabeldier de Minotaurus. Het Minoïsche Rijk was een zeevarend en machtig rijk. Het overheerste de Egeïsche Zee. Kreta was een steeds groter wordend handelscentrum, rijk geworden door de handel in wijn en olijfolie. Daar vandaan doorkruiste schepen de hele Middellandse Zee. Tijdens de opgraving van een paleis dat Ahmose, na verdrijving van de Hyksos, bij Avaris had gebouwd, deed het archeologisch team een verbluffende vondst. Ze legden duizenden fragmenten van Minoïsche fresco's bloot, de vroegste die ooit in Egypte zijn aangetroffen. Daaronder bevonden zich stukjes van een fresco dat heel erg leek op 1 in het paleis van Knossos op Kreta. De erstaunlichste collectie aan Minoïsche wandmalerijen ligt hier op de tisch. Het handelt zich om een scène met 4 stieren en 4 stierspringen tegen de achtergrond eines labyrinthmusters. En we kennen deze motieven natuurlijk van Palast van Knossos. En ohne Zweifel waren hier Künstler aus dem minoischen Festland, also vom kretischen Festland hier am Werke, wahrscheinlich sogar aus Knossos, denn wir haben hier auch die Embleme des minoischen Palastes, das Halbrosettenfries an der Basis dieses Motivs. De stierensprong geeft een fysieke uitdaging weer en tevens de heerschappij van de mens over het dier. De sport had een grote rituele betekenis voor de Kretensers en was nauw verbonden met het Minoïsche Hof. De doolhof en friespatronen waren symbolen uit de Minoïsche koninklijke architectuur. Dat die motieven op een paleismuur in Egypte werden gevonden, wijst op een hechte relatie tussen de 2 koninklijke hoven. Maar wat voor relatie? Vermoedelijk waren de 2 machten een verbond aangegaan dat voor beide voordelig was en misschien bekrachtigd door een koninklijk huwelijk. Zelfs na zijn overwinning bij Avaris was koning Ahmose nog steeds bang dat de Hyksos zouden terugkomen. Maar dit keer kon de aanval alleen vanuit zee komen. De Kretensers waren in die tijd oppermachtig op zee. Door met hen een verbond te sluiten zou Egypte veilig zijn. In ruil daarvoor werden de Kretensers rijkelijk beloond. Beladen met de schatten van de Gouden Eeuw keerden hun schepen naar huis terug.
Goud was de meest begeerde grondstof in de antieke wereld. Goud was voor de Egyptenaren van groot belang, maar de grootste reserves lagen in Nubië. Toen de noordgrens was veiliggesteld, trok koning Ahmose naar het zuiden om zich te wreken op de voormalige bondgenoot van de Hyksos, het koninkrijk van Kush. Het was een rijk en machtig imperium. Het strekte zich uit van de zuidgrens van Egypte tot honderden kilometers in Soedan. De hoofdstad, Kerma, was de oudste en grootste stad op het Afrikaanse continent buiten Egypte. Tegenwoordig is Kerma een ruïne. Maar de enorme tempel is nog grotendeels intact. Hij beslaat 325 vierkante meter en wordt in de omgeving de Defufa genoemd. Hij is aangevreten door de tijd en de deklaag is verdwenen, maar nog altijd beheerst hij het omringende landschap. In 1977 begon er een Zwitsers onderzoek naar de Defufa. Aan de zijkant voert één enkele poort naar een trap die naar een kleine zaal leidt, het binnenste heiligdom van de tempel. Bij een altaar van wit marmer werden botten gevonden van schapen en geiten. Dat duidde erop dat het altaar werd gebruikt voor dierenoffers. Nous sommes ici au centre d'un monument très énigmatique qu'on appelle encore aujourd'hui la Defufa. C'est un nom nubien très ancien qui signifie une élévation faite par l'homme qu'on voit de loin. Et cette pierre étonnante, un marbre dolomitique, nous n'avons pas retrouvé les carrières dans la région, est un autel. Juste à côté a été retrouvé des restes de moutons et de chèvres et probablement il s'agit de l'emplacement où on préparait des offrandes aux dieux. Des offrandes où on tuait des animaux, on apportait des pains. Nous sommes à l'emplacement du temple principal de la ville. Nous ne connaissons pas le dieu auquel il était dédié, mais nous savons qu'il est en relation avec un culte solaire. Vanuit de zaal voert een andere trap naar het dak, waar ceremonieën voor de zonnegod werden uitgevoerd. Zo'n 17 meter hoog moet het een schitterend uitzicht hebben gegeven op een ooit heel indrukwekkende stad. Kerma moet in zijn bloeitijd, zo'n 1550 voor Christus, schitterend zijn geweest. Om de huizen en tuinen van de adel, de audiëntiezaal van de koning en het paleis en het religieuze complex stond een versterkte muur van wel 10 meter hoog. De Defufa was helemaal bedekt met wit pleisterwerk en had zuilen van ruim 20 meter hoog. Het was een schitterend gebouw, zelfs naar Egyptische maatstaven. Kerma lag aan de Nijl, de belangrijkste handelsroute van het noorden naar het zuiden. De stad werd rijk van de goudhandel. Maar ook door het beheersen van een stroom andere goederen vanuit het binnenland van Afrika naar Egypte. Ivoor, ebbenhout, wierook, wilde dieren en slaven. Op den duur bracht Kerma zijn eigen zeer vakkundige handwerkslieden voort. Je m'intéresse particulièrement cet objet que tu m'as dit, c'était une porte oui. De la Defufa. Oui, écoute, c'est extraordinaire parce que c'est si rare. Je pense qu'on a là la forme générale de la porte fortifiée, oui. Avec les systèmes de meurtrières mm-hmm. qui protégeaient la porte. C'est un objet unique, c'est un sceau. On scellait la marchandise et tu vois, on a détruit le sceau. Après usage, il était devenu inutile. C'est une pièce unique, extraordinaire. Et quand je pense à cette pièce, on est très heureux de la voir, puisque c'est vraiment une des plus belles pièces connues de cette époque. C'est magnifique. Mais tu sais, on a aussi trouvé de l'or.
C'est le pays de l'or ici. Un des rares objets d'or à Kerman. Oui. Oh, c'est magnifique. Hein. Toutes les tombes sont pillées à cause de cet or. C'est pour ça que j'aime pas en trouver trop. Een van de grootste mysteries rond Kerma is hoe een koninkrijk met duizenden inwoners zichzelf in die kale woestijn kon onderhouden. Om daar achter te komen heeft weer een ander team een gebied van zo'n 1000 vierkante kilometer ten zuiden van de stad geïnspecteerd. Het was nog niet eerder onderzocht. Ze ontdekten 400 oude nederzettingen, waarvan de meeste uit dezelfde periode stamden als Kerma. Toen ze op een kaart werden ingetekend, bleken ze op één lijn te liggen met twee vroegere zijkanalen van de Nijl die inmiddels waren opgedroogd. The banks are visible by the lines of vegetation on this side. And the channel at this point about 70 meters wide is running almost due north. This discovery of these two channels of the Nile, as well as the channel that the present day stream flows in, gives some indication perhaps of the agricultural wealth of this area in the Kerma period. Door die twee kanalen door de Nijlvallei beschikten de boeren van Kerma over duizenden extra hectare vruchtbaar land om hun gewassen te telen. Presumably this was all tied in with a network of supplying produce to the capital of Kerma itself, which lies some 55 kilometers north from here. And in many of these settlements we have large numbers of store buildings which may have been designed for the collection of this produce and for storing it before sending it on to the administrative center in Kerma. Er werd nog iets anders ontdekt. De natuur zou een wreed spel spelen met de stad Kerma en het koninkrijk van Kush. Rond 1500 voor Christus begonnen de twee Nijlkanalen op te drogen en daardoor liep de voedselvoorraad terug. Precies op het moment van de crisis kwam er uit het noorden nog een nieuwe, veel beangstigender bedreiging. De Egyptische veldtocht om de zuidelijke buren te onderwerpen was door koning Ahmose begonnen en al meer dan 20 jaar aan de gang. Beneden Nubië was jaren eerder gevallen zonder veel weerstand te bieden. Maar dieper landinwaarts was het verzet taaier. De soldaat Ahmose, die bij Avaris zo dapper had gevochten, was opgeklommen in rang. Hij droeg nu de titel strijder van de heerser en diende in het leger van koning Thutmosis I. Rond 1500 voor Christus zeilde de farao naar het binnenland van Kush, naar de derde katarakt van de Nijl, voor de definitieve en beslissende slag. Een paar kilometers ten noorden van Kerma bond Thutmosis de strijd aan met de vijand. Die werd aangevoerd door de bevelhebber van de Nubiërs. Zijne majesteit schoot en zijn eerste pijl doorboorde de borst van die vijand, liet Ahmose weten. Toen sloegen ze op de vlucht. We richtten een slachting onder ze aan en hun ondergeschikten werden weggevoerd als slaven. Met de pijl nog in zijn borst werd de Nubische bevelhebber ondersteboven opgehangen aan de voorsteven van het schip van Thutmosis als een lugubere waarschuwing. Daarna plunderde de farao de hoofdstad van Kush en legde deze in de as. De overwinning werd later gedocumenteerd in een inscriptie in een enorme rots bij Tombos, niet ver van Kerma. Hij heeft de hoofdman van de Nubiërs verslagen. Geen van hen heeft het overleefd. De Nubische boogschutters zijn afgeslacht en liggen verspreid over de vlakte. Hun valleien zijn bezaaid met hun ingewanden. Hun bloed stroomt neer als regen.
De Kushieten waren verslagen en Egypte eist de rijkste goudvelden van de antieke wereld voor zich op. Enorme hoeveelheden goud vonden hun weg naar de schatkamers van de farao's. Dat gold ook voor andere exotische goederen uit Afrika. Op grafschilderingen staan Nubiërs die in goud hun belasting aan Egypte betalen. Het goud werd zorgvuldig met een weegschaal gewogen en door de schrijvers geregistreerd. Inscripties uit de tijd van Thutmosis III, de kleinzoon van de veroveraar van Kush, vermelden dat er in 3 jaren van zijn bewind meer dan 9000 deben uit de goudmijnen in Nubië werd geïmporteerd. Tegenwoordig zou dat biljoenen guldens waard zijn. De Egyptenaren wilden Nubië inlijven bij hun groeiende imperium en daarom voerden ze een bewuste assimilatiepolitiek. De zonen van de Nubische heersers waren als gijzelaars naar Egypte gebracht, maar werden in het paleis gehuisvest en samen met de kinderen van de farao opgevoed. Ze leerden de Egyptische taal, droegen Egyptische kleren en namen zelfs Egyptische namen aan. Geïndoctrineerd gingen ze terug naar huis om in het koloniale bestuur te dienen. De machtigste hoogwaardigheidsbekleder in Nubië was de onderkoning van Kush. Zijn opdracht, zorgen dat de kostbare grondstoffen naar Egypte werden uitgevoerd, komt tot uiting in een van zijn titels, opzichter van de goudlanden. Een van de beroemdste onderkoningen was Merimose. Vanaf 1390 voor Christus diende hij 30 jaar lang onder koning Amenhotep III. Op de achterkant van de grote rots in Tombos is een portret van hem uitgehakt. De namen van zijn meester staan erbij in 2 ovalen, zogenaamde cartouches. Onder de cartouches staan afbeeldingen van 2 gevangengenomen Nubiërs, een symbool van de Egyptische overheersing. Merimose werd beloond voor zijn diensten met een graftombe in Thebe. 3 prachtig bewerkte hardstenen sarcofagen stonden erin. Een opmerkelijke begrafenis voor een gewone burger. Het was een duidelijk teken dat de koning hem hoog achtte. Het was zijn heer, Amenhotep III, de 9e farao van het Nieuwe Rijk, die tijdens de Gouden Eeuw de allergrootste oogst binnenhaalde. Hij stond bekend als de oogverblindende zon van Egypte. En toen hij stierf, was hij waarschijnlijk de rijkste man op aarde. De rijkdom van zijn hof kende in de oudheid zijn weerga niet. Tijdens zijn 40-jarig bewind onderging het landschap van de Nijlvallei een metamorfose. Hij bouwde een schitterende nieuwe tempel in Luxor, breidde de tempel van Amon-Re in Karnak uit en richtte 100 beelden op, waaronder de Memnon-kolossen in Thebe. De hele mediterrane wereld benijdde Egypte om zijn rijkdom en het prestige van de farao was nog nooit zo hoog geweest. Buitenlandse koningen schreven hem en smeekten hem om goud. Grote koning, koning van Egypte, mijn broeder, goud is in uw land als stof, het ligt voor het oprapen. Waarom bent u er zo zuinig mee? Ik ben een nieuw paleis aan het bouwen. Stuur me zoveel goud als ik nodig heb. In die tijd kwam er meer goud Egypte in dan er werd uitgevoerd. Het kwam zelfs terecht bij degenen die de farao dienden.
Een van de grootste ambities van de Egyptische elite was het bezit van een mooie graftombe. Een huis voor de eeuwigheid, beschilderd met kleurrijke taferelen. Hoog op een heuvel op de westoever van de Nijl bij Thebe ligt de graftombe van een koninklijke huisknecht die Su-em-Niut heette. Hij diende zijn koning Amenhotep II en werd met goud beloond. Er is uitgerekend dat hij zo rijk was dat hij een groep schilders en leerlingen in dienst kon nemen om zijn graftombe te versieren. Here in this corner we have the work of a real master painter, a specialist who really didn't even need to use the grid that you find on the walls throughout the rest of the tomb. He was able to come here and design these royal statues without any sort of grid at all, using a tiny, tiny brush where he was able to draw in the king's body and outline it several different times, which you can see with your own eye, until he got the outline exactly the way he wanted it. And then he would fill in with layers of color in order to complete the statue. This one itself would have probably been finished with black to indicate the resurrection of the king, a black statue, whereas this one would have had yellow skin, and probably this one would have had red skin by the time he was finished. But using this technique without a grid is extremely difficult to get proportions, and yet this man, because he was such a specialist, was able to proportion these figures absolutely perfectly. Een meesterschilder kon een wand uit de vrije hand beschilderen. Leerlingen werkten met een raster om de verhoudingen goed te krijgen. Maar of het nu leerlingen of meesterschilders betrof, sommigen waren beter dan anderen. In this back part of the tomb, we actually have the area where they used the artists who were probably the most poorly trained. Maybe some of those who were just beginning apprentices, and maybe some of those who were in fact reaching the very end of their career. In particular, we have an artist that we sort of affectionately call Old Yeller, because he was the person who was working on only putting the yellow paint on this particular wall. And unfortunately, Old Yeller does not seem to have had the greatest eyesight. So if you look on any figure where there's yellow paint, he approached, and wherever there had been a completely finished outline, face has been outlined, the eyes have been detailed, Old Yeller just paints right on over the eye. Leerlingen oefenden hun vaardigheden op de graftomben van de elite en de rijken. Maar in die van de farao's mochten alleen meesters werken. De grootste en mooiste tombe in de Vallei van de Koningen is die van Seti de I. Het is een van de weinige graftomben die helemaal af zijn. Er zijn verschillende kamers verbonden door een reeks gangen die omlaag voeren naar de grafkamer, ongeveer 100 meter van de ingang. Het uithakken van een graftombe duurde gemiddeld 2 jaar. Het decoreren nog langer. Er was veel vakkundigheid voor nodig en het werk was arbeidsintensief. Daarom was er voor de aanleg van de tomben een elitekorps van handwerkslieden in vaste dienst. Een paar kilometer van de Vallei van de Koningen lag een ommuurd dorp, door de oude Egyptenaren de plaats der waarheid genoemd. Nu heet het Der el-Medina. In het dorp woonden metselaars, beeldhouwers, tekenaars en timmerlieden. Allemaal beroepen die van vader op zoon werden doorgegeven. In tegenstelling tot de meeste Egyptenaren waren de werklieden geletterd en noteerden ze van alles, van de voedselprijzen tot werkroosters. Daarvoor gebruikten ze papyrusrollen, stukjes aardewerk en kalksteen, de zogenaamde ostraca. Uit die documenten blijkt dat ze een rijke gemeenschap vormden.
En dat is ook te zien aan de omvang en de kwaliteit van hun graftomben. Maar ondanks de welvaart pakten donkere wolken zich samen boven de horizon. De goden waren Egypte heel lang goedgezind geweest. Maar na de dood van Seti in 1279 voor Christus keerden zij het Nieuwe Rijk de rug toe. In het noorden bedreigden de Hittiten het Egyptische Rijk. In 1274 voor Christus leverde de opvolger van Seti, Ramses II, slag tegen de vijand bij Kadesh in Syrië. Op Egyptische tempelmuren wordt de slag gevierd als een geweldige overwinning voor de nieuwe koning. Maar eigenlijk was het een patstelling die eindigde met het eerste internationale vredesakkoord uit de geschiedenis. De slag bij Kadesh was het begin van het einde van het Nieuwe Rijk. Ook de toevoer van goud uit Nubië stagneerde. En dat was een slecht voorteken. Door klimaatsveranderingen was de woestijn nog droger geworden en moeilijker te doorkruisen. De laatste grote farao, Ramses III, kon maar een jaarlijkse bijdrage van 9 deben opbrengen voor de tempel in Karnak. Een schijntje vergeleken met de enorme sommen van zijn voorgangers. Maar sommige Egyptenaren vonden hun goud gemakkelijk. 'S Nachts roofden werklieden die ooit de farao trouw hadden gediend de koningsgraven leeg. Dit afschrift van een rechtszaak vertelt de verbazingwekkende bekentenis van een steenhouwer, Amen Pnoefer. We openden de buitenste en de binnenste doodkisten en vonden de edele mummie van de koning. Hij droeg een groot aantal amuletten en gouden sieraden om zijn nek. We stalen een heleboel voorwerpen en verdeelden ze onder elkaar. 20 deben goud per man. Daarna hebben we de mummie verbrand. Bang voor zijn veiligheid, zelfs na zijn dood, vertrok de laatste koning van de Gouden Eeuw, Ramses XI, uit Thebe, zonder dat hij zijn graf had voltooid. Er zou nooit meer een farao begraven worden in de Vallei van de Koningen. Ironisch genoeg kwam de grootste bedreiging voor de graven niet van de kant van grafrovers, maar van de Egyptische overheid. Door de politieke en economische wanorde stortte het centrale gezag in en viel het land in twee delen uiteen. Nu er gebrek was aan goud, vormden de koningsgraven een onweerstaanbare verleiding. Onder het voorwendsel de nalatenschap van Egypte te beschermen tegen dieven, werden de koninklijke mummies systematisch uit hun graftomben gehaald, ontdaan van hun goud en andere kostbaarheden en opnieuw begraven in twee geheime bergplaatsen. Daar zouden ze 3000 jaar blijven liggen tot ze aan het eind van de 19e eeuw werden ontdekt en naar het museum van Caïro werden overgebracht. Maar één farao ontsprong de dans. Vandaag de dag geeft alleen de vergeten graftombe van Toetankhamon ons een verlokkende glimp van de onbeschrijfelijke rijkdom van Egypte in die schitterende Gouden Eeuw.